Op 3 locaties in Parkstad vond zaterdag een speciale actie plaats. Te vinden op die plekken een ANWB-tent, vrijwilligers van Kompas en Stichting Leergeld en verdacht veel fietsen. We hebben vandaag de grote fietseninzamelactie. We zijn vooral op zoek naar kinderfietsen voor Stichting Leergeld Parkstad en de ANWB. En vanuit Kompas hebben wij met de 3 gemeentes waar wij voor werken als sociale dienst, Beekdalen, Voerendaal en Simpelveld, hebben dus een aparte inzameling georganiseerd, omdat er een grote behoefte is aan fietsen. De fietsen die worden hier ingeleverd en die gaan daarna naar kinderen toe, klopt dat? Ja, dat klopt. Die worden hier ingeleverd. En in Simpelveld en Voerendaal zijn dus ook nu locaties waar nu andere vrijwilligers staan de fietsen op te wachten. En daarna kunnen mensen die dus inderdaad geen fiets kunnen betalen, kinderen tussen 4 en 18, die kunnen dan een fiets krijgen, zal ik maar zeggen. En die ruilen ze weer in als ze die fiets ontgroeid zijn. Dus het is een soort inruilactieplan, waardoor de fiets meerdere keren gebruikt wordt en dus heel duurzaam is. En ja, maar vooral ook omdat de kinderen daarmee geholpen worden en dat die kunnen meedoen aan allerlei activiteiten waar ze normaal niet aan mee kunnen doen. Waarom is het nou nodig, zo'n fietsinzameldag? Ja, wij willen als Stichting Leergeld alle kinderen van 4 tot en met 18 jaar voorzien van een fiets. En die kunnen dat dikwijls niet zelf betalen als ze in een gezin opgroeien met wat weinig geld. En wij hebben bedacht dat wij beter met gebruikte fietsen kunnen werken dan met nieuwe, omdat we kinderen dan ook een inruilsysteem kunnen aanbieden en dat we een bijdrage leveren ook aan duurzaamheid en veiligheid en gezondheid en vooral het meedoen van die kinderen. Is het ook wel eens een drempel voor mensen om dat toch aan te kloppen bij Stichting Leergeld voor zo'n fiets? Ja, zeker. Dat is best een hele grote drempel. Dus wij moeten ook verschrikkelijk aan de weg timmeren. We doen dat natuurlijk via sociale diensten, we doen dat via scholen, via het welzijnswerk. Dus ook heel veel mond op mond. Mensen die gebruik maken van ons en die zeggen van joh, dat moet je gewoon doen, want je hoeft je niet te schamen voor het feit dat je te weinig inkomen hebt. Want let wel, het zijn niet meer alleen werkzoekenden, het zijn ook echt veel mensen die werken tegenwoordig, die gewoon niet meer kunnen rondkomen. Ja. Hoe nu verder? Hè? Dus die fietsen worden hier ingeleverd, die worden opgeknapt of gerepareerd. Ja. Hoe komen straks mensen toch aan een fiets? Ja. Nou, dat zijn dus 3 werkplaatsen die fietsen opknappen. Als Leergeld krijgen wij de klanten binnen, zeg maar. Wij toetsen daar het inkomen van. Dan krijgen ze een tegoedbon of een voucher of hoe je het ding noemt. Dan kunnen ze naar die werkplaats gaan en kunnen ze daar een fiets uitzoeken. Op het moment dat ze eruit gegroeid zijn na een paar jaar en ze hebben goed voor de fiets gezorgd en ze leveren die fiets weer in, dan krijgen ze een nieuwe. Hoeveel fietsen hebben jullie tot nu toe al binnengehaald? Het duurt nog even. Ja, we zijn toen net begonnen. Volgens mij binnen een uur waren we er al, zaten we al op 18 op deze locatie. Ik weet dat er in Voerendaal, toen ik daar net wegreed, waren er al 4. En in Simpelveld kwam om 10:30 al iemand. Sorry, 9:30 al iemand. Dus die was gewoon een uur te vroeg. Dus en ik ga ervan uit dat ze daar dus nu ook langzaam binnen druppelen. Wat voor mensen komen nou die fietsen afleveren hier? Zijn het echt mensen die een kapotte fiets komen brengen of hoe gaat dat in zijn werk? Het is echt heel verschillend. In de ochtend in Simpelveld kwam een mevrouw die zei, ja, het is niet mijn fiets, het is van de buurvrouw, maar die is al wat ouder. Dus merk ik oudere mensen die inderdaad echt de fiets nog hebben staan en denken, ja, die staat er al jaren, maar wat moet ik ermee? En hier bijvoorbeeld waren net een paar kinderen die zich ook nog bezwaard voelden dat de fiets een beetje kapot was. Ja goed, een lekke band, ja, die wordt geplakt in de werkplaatsen en we zijn er dol blij mee natuurlijk.